Zie je dat zwarte gat? Dat was mijn pand. Het is helemaal afgebrand en ja, nou heb ik niets meer. Marquee is weg, maar Mariet is strijdbaar en we gaan haar ook ondersteunen waar we kunnen. Want we willen toch wel graag een Marquee weer terug, het hart van Edam. Dus dit is mijn tijdelijke kantoor, want ja, mijn winkel is er niet meer. Dus ik zit nu noodgedwongen in een restaurant in de buurt te werken. Ik ben wel iemand die doorgaat, dus ik ben meteen van alles gaan regelen. En bezig gegaan, want ik wil natuurlijk voor de Edammers zorgen dat er zo snel mogelijk een noodoplossing is. We kunnen niet meer pinnen, er is geen PTT-agentschap meer. Dus we moeten naar Volendam. Of naar Purmerend, om nog iets te kunnen kopen. Voor de Sint-Nicolaas actie en voor de kerst. Krijg je een beetje steun van de Edammers? Ik krijg absoluut steun van alle Edammers. Ze steunen mij, als ze me zien krijg ik een arm om me heen. Op Facebook de mooiste berichtjes. Ze zijn ontzettend lief voor me, maar dat is wel een beetje moeilijk voor mij. Je gaat daarom liever ook niet naar buiten? Ik ga liever nog even niet over straat. En waarom niet? Ja, ze spreken me allemaal aan en dat vind ik emotioneel nog een beetje moeilijk. Dus ja, dat is...